goedemiddag. Het is maandag vandaag. En nee, ik heb niet vanmorgen gevlogd. Het was gewoon te donker in huis. En mijn auto is weer niet goed. Dus hij staat weer bij de garage. Dat is balen. Dus ik heb vandaag eventjes geen auto. Maar ja, einde van de dag komt het wel weer helemaal goed. Mega veel honger. Dus ik ga lekker even een broodje maken. En dan lekker hier in huis aan de slag. Ik kan toch nergens heen. Dus eindelijk die rotzooi die daar nog allemaal staat van het kerstboom versieren maar eens eventjes gaan opruimen. Lijkt me een heel goed plan. Ik neem jullie uiteraard gezellig weer mee vandaag. Ja, nou, het is opgeruimd zoals jullie zien. Ja, wel eens plaats heb ik maar een beetje zo neergelegd. Ik heb helemaal geen ruimte. Kijk, het is helemaal ja, gewoon vol. En hier waar de kerstboom nu staat, dat was haar plekje. Maar ja, ze ligt toch altijd daar op de bank. Kijk, in principe kan ik voor die paar weken ook wel haar kussen even aan de kant gooien. Maar ja, het is wel fijn als ze gewoon een eigen plekje heeft. Ja, nu is het tijd voor stofzuigen en vaatwasser leeghalen. En afwachten wanneer de auto klaar is. Ja, boodschappen ga ik even lopend doen. We gaan lasagne eten. Lekker. En vanavond gaan we weer zwemmen. Aquavaria. Kennen jullie dat als je huisdieren hebt en je hebt net gedwijld? Moeten ze er net overheen, over het mooi gedwijlde vloertje. Ik heb gelukkig bellen nu op de plek. Nou ja, haar nieuwe plek dan eventjes. Daar. Kijk, en mijn vloer is aan het drogen. Maar ik zag net Troy trippeltrappel in het hoekje. Oh, kijk, hij zit bij de computer. Hij zit daar verstopt. Dan zie je toch maar weer even mooi heen gelopen. Ja, het ziet er weer opgeruimd uit. Dat is ook alweer fijn. Een fris huis. Ik ga even wachten tot de vloer droog is. Dus even Gilmore Girls kijken. En ik moet even gaan kijken, want ik heb ben met een handpop bezig aan het haken. En ik heb het lijfje, heb ik al. Kijk, mag ik even laten zien. Oh. Ik heb hem, zet jullie heel even neer. Kijk, het lijfje heb ik al. Dus waar je zeg maar met je handen in kan. Maar ja, het hoofdje moet nog. En het probleem is dus dat ik opvulsel moet hebben. En dat moet ik dus eventjes, ja, dat heb ik boven ergens liggen. Maar ja, komt er steeds niet van, je kent het wel. In Ilona, die had dus bij de Crea doen, we hadden jullie misschien wel gezien dat we daar geweest waren, had zij van die kussenknuffels boeken. Boek had ze gehaald en daar heeft ze al aardig wat van weggehaakt. Ik geloof dat ze al 3 van die kussens of 4 van die kussens heeft gemaakt. Ze is nu lappenpoppen aan het haken. En ik krijg die ene handpop nog niet eens af. En het is niet dat ik het niet kan of zo. Ik maak er gewoon geen tijd voor. En is het weer te donker. Dan zie ik die steken weer niet zo goed. Ik moet gewoon echt meer tijd ervoor gaan vrijmaken. Want ik vind het wel heel erg leuk om te doen. En soms moet je ook gewoon iets hebben wat je leuk vindt om te doen, toch? Dan werken en bezig zijn met online werk en bezig zijn met opruimen. Moet je ook wel eens kunnen doen waar je zin in hebt. Ja. Ja, ik moet nu eerst dat opvulsel hebben, anders kan ik niet eens verder. Dus ik ga maar eventjes wachten tot het vloertje droog is. En dan ga ik dat even opzoeken. Eigenlijk zo zat te wachten tot mijn vloertje droog is. Ja, en die is inmiddels echt wel droog. Kijk maar hoe mooi droog dat is geworden. Bellen ligt nog steeds heel braaf. Zit ik een video van de Bellinga's te kijken. Als de kids naar school zijn. En dat gaat over professioneel vloggen. En ja, zoals... Ik ben nu halverwege dat interview. En ik ben er helemaal diep in. Ik ben gewoon helemaal de tijd vergeten. Het is inmiddels 4:30. Maar het is zo mega interessant. Kijk, ik zit het hier op mijn telefoon zit ik het te kijken. Ik weet niet of die een beetje focust. Maar ja, jullie snappen het idee wel. Als jullie de Bellinga's kennen, dan weten jullie dat die video ook online is gekomen. Hij staat dus bij het kopje als de kids naar school zijn. En ja, wauw. Ik word zo geïnspireerd door die mensen. Echt. Ik ben ook al een tijd ZZP'er. En ja, ik heb ook vaak wel moeite om... Ja, vaak gaan mijn klanten van mond tot mond reclame. Dus dan horen ze van de een... Oh ja, Janneke die... Die moet je vragen, als je een begeleider nodig hebt, dan moet je Janneke vragen. En dat is leuk en dit en dat. Nou, zo kwam ik dan meestal wel aan mijn klanten. Ik heb inderdaad ook een tijdje Herbalife verkocht. En ook geflyerd en ook geënquêteerd. En nou, echt niet mijn ding. Dus dat is ook nooit echt
meer geworden dan dat ik een supervisor ben geworden. En in ieder geval de maximale korting voor de shakes kon regelen. Dat houdt niet in dat de producten niet goed zijn natuurlijk. Want ja, ik gebruik graag in de ochtend zo'n Herbalife shake. Maar ik ga niet verder inderdaad met dat als bedrijf zijn. Ik vond het paste gewoon niet helemaal bij mij. En nu natuurlijk mijn nieuwe fase als gasthouder vanaf januari. En ja, ik hoop eigenlijk gewoon weer op mond-tot-mond reclame. Want ik weet niet, ik vind het heel erg moeilijk om mezelf te verkopen. Om te zeggen van ja, kom bij mij en leuk. En weet je, dat je allemaal dingen moet gaan benoemen waarom jij juist uitgekozen moet worden door de mensen, zeg maar. Dus ja, en als je dan inderdaad via vlogs of wat dan ook, dat mensen jou leren kennen en op die manier in contact met je komen, daar heb ik nog helemaal niet zo over nagedacht. Ik ben eigenlijk gaan vloggen omdat ik voor onze website van Agnes en mij opvoeden kan ook zo, wat we ook zijn begonnen en wat dus ook in januari verstad gaat, wilde ik filmpjes gaan opnemen over opvoeding. We hebben natuurlijk allebei daar een opleiding in gedaan en nodige ervaring ook voor. Maar ik durfde dus niet voor die camera. Ik durfde nog niet eens op de foto, laat ik het zo stellen. Daar werd ik zelfs verlegen van. En toen ik dus de eerste keer mezelf filmde. Nou, het filmen op zich is natuurlijk niet zo erg. Maar daarna het bekijken van het filmpje. Denk ik, wow, ben ik dat? Zie ik er zo gek uit aan de zijkant? En wat zie ik er dik uit? En wat zie ik er raar uit? En wat een dikke onderkin heb ik vanaf de zijkant? En nou ja. Alles wat iedereen van zichzelf vindt en denkt als je jezelf voor het eerste keer ziet. Ik denk dat iedereen dat heeft. En dat niet iedereen gaat zeggen, wauw, zie ik er toch leuk uit voor die camera. Nee. Maar bedenk wel dat alle andere mensen, die zien jou altijd al zo. Die zien dus al jouw zijkant, je voorkant, al je kanten. Zelf zie je natuurlijk alleen maar vanuit je eigen perspectief de wereld. En kijk je van onder, hè? Kijk je zo naar beneden naar jezelf. En ziet er allemaal heel anders uit dan dat een ander jou ziet. Dus voor de wereld verandert er niet zoveel als jij jezelf gaat filmen. Dus ik heb die knop bij mezelf omgezet. En na een maandje vloggen had ik een beetje de zekerheid van. Als ik dan ging editen, dat ik zoiets had van. Het is helemaal niet zo erg. Ja, ik loop wel vaak te zeuren en te mopperen en ben ik moe en weet ik veel wat allemaal. En misschien moet ik daar wel eens wat mee gaan doen. Maar ik vind het niet meer zo erg om mezelf terug te zien. En ja, echt comfortabel ben ik nog niet met het vloggen. Want ik vind buiten vind ik het nog wel heel erg spannend om te gaan filmen. Omdat ik best wel mezelf veel aantrek van wat een ander denkt of vindt. En dat moet ik los gaan laten. En dat is dus mijn volgende stap in vlogland. Dat ik gewoon echt dikke vette scheid. Laat het zomaar even noemen. Krijg aan de buitenwereld. En gewoon met mijn camera de Albert Heijn in durf te lopen. En dat ik gewoon mezelf durf te filmen in de winkel. Ja. Maar dat is nog wel even een ding. En ik weet niet zo heel goed hoe ik die stap moet maken. Ik weet dat ik gewoon door die zure appel heen moet bijten. Maar ik vind het heel erg eng. Ik vind het soms wel heel erg eng om mijn telefoon te pakken. Die dus niet meer met de frontcamera kan filmen. Alleen maar met de andere camera. Dus vandaar dat als ik buiten ben, dat ik alleen maar zulk soort filmpjes kan maken. Want ik durf ook niet zo heel goed mijn camera dus mee te nemen. Die redelijk groot is. Het valt zo op. Weet je? En dan denk ik, ja, met een mobiel in je hand valt het wat minder op. En dan film ik ook meestal als het wat rustiger is in de winkel. Want als het heel druk is, ja, dan schaam ik me daar gewoon voor. En ja, ik heb het met Vara er ook wel eens over gehad. Ze zegt van ja, je moet gewoon het doen. En denken van ja, je bent met iets heel leuks bezig. En gewoon ja, maling hebben aan wat een ander vindt. Maar ik vind dat heel erg lastig. Als jullie tips hebben, als er onder jullie kijkers of vloggers zitten of mensen die daar ervaring in hebben, hoe je zo'n stap kan nemen, wat misschien een soort tussenstapje zou kunnen zijn, graag laat het me weten. Want ik wil heel graag leuke content maken buiten de deur en gewoon mijn camera durven pakken en durven vloggen. Maar ja, ik ben er een beetje verlegen aangelegd. En dit is eigenlijk al een heel ding voor mij. En maar ja, ik doe het wel. En ik neem jullie wel mee in mijn leven. En ik deel best wel veel van mijn leven.
Ik kan niet altijd alles delen natuurlijk. Wat met cliënten te maken heeft, kan ik niet delen natuurlijk. Is privacy. Als ik straks gasthouder ben, zijn het de kindjes die jullie al eens een keertje in een vlog gezien hebben. En dus dat gaan jullie gewoon ook allemaal meemaken. Ik heb ook gevraagd of ik gewoon door mag gaan met vloggen. En dat vinden ze juist hartstikke leuk. Dus ja, wat dat betreft wordt het straks alleen nog maar leuker als er hier klein grut over de grond is. Dat gezegd hebbende, wordt het toch echt even tijd om die video van de Bellinghuis te onderbreken en boodschappen te gaan halen. En ik heb ook nog niet gehoord of mijn auto klaar is, dus ik ga voorlopig boodschappen doen. En nee, ik neem niet deze camera mee. Ik neem mijn mobiel mee en dan zie ik jullie zo meteen.